In de eerste videoles over VBA heb ik uitgelegd dat deze afkorting staat voor Visual Basic for Applications. Het is een programmeertaal waarmee je in Excel programma's schrijft. Die programma's heten dan macro's of subroutines. Als je wilt leren programmeren in Excel en je hebt weinig kennis van VBA, kun je het beste een macro opnemen. Nadat je een macro hebt opgenomen, zet Excel namelijk al jouw opgenomen handelingen automatisch om in VBA-instructies. Kortom, je hoeft dus nog niet te kunnen programmeren. Excel doet het programmeerwerk als het ware voor jou. In dit voorbeeld ga ik een macro opnemen die de waardes uit cel A2 tot en met A4 kopieert en vervolgens plakt in cel B2 tot en met B4. Aan de linkerkant van mijn scherm zie je mijn Excel-bestand, aan de rechterkant zie je de Visual Basic Editor. Ik laat deze expres openstaan zodat je kunt zien wat er op de achtergrond in Excel gebeurt. Om een macro op te nemen, ga je naar tab Beeld en druk je op de tekst Macro's van de macro knop. Je kiest vervolgens voor Macro opnemen en geeft in het gelijknamige dialoogvenster de macro een logische naam. Daarbij mag je geen spaties gebruiken. Mijn macro noem ik één kopie maken. De macro moet worden opgeslagen in deze werkmap, oftewel in dit Excel bestand. Ik druk op OK en bevestig daarmee dat ik een macro wil opnemen. Wellicht heb je gezien dat Excel zojuist in de Visual Basic Editor in mijn bestand een map heeft aangemaakt met de naam Modules. Deze map kan ik openklikken en daarin vind ik module 1. Als ik daarop dubbelklik met mijn linkermuisknop, zie ik dat Excel alvast is begonnen met het voorwerk voor het programmeren in VBA. Ik zie dat er al een macro is aangemaakt met de naam Een kopie maken. En Excel wacht nu op mijn handelingen om hiervan uiteindelijk VBA instructies te maken in deze zojuist aangemaakte macro. Let goed op wat er gebeurt als ik in actie kom. Ik selecteer de cellen A2 tot en met A4. Druk op Ctrl C om ze te kopiëren. Activeer cel B2 en druk op Ctrl V om de waarden te plakken. En ik activeer cel A1. Ik ben nu klaar met mijn macro en ga terug naar tab beeld, naar de macro's knop en druk op opname stoppen. Aan de rechterkant van het scherm in de Visual Basic Editor is nu te zien hoe Excel van mijn handelingen automatisch een macro heeft gemaakt. Ik neem de automatisch gegenereerde code met je door. Een macro begint altijd met het woord sub, dat staat voor subroutine of macro, gevolgd door de naam van de macro die ik zojuist zelf in het dialoogvenster had opgegeven. Daaronder zie je groene tekst, voorafgegaan door enkele quotejes. Groene tekst betreft opmerkingen. Dit zijn dus geen instructies, VBA-instructies, maar zijn opmerkingen die een gebruiker kan plaatsen in de macro om een en ander te verduidelijken. Excel heb blijkbaar zelf de opmerking een kopie maken macro geplaatst. De echte uit te voeren instructies beginnen hier. Als je goed kijkt, zie je dat er steeds een object staat. Dat achter een object een punt wordt geschreven en daarna in dit geval een methode wordt gebruikt. Als je niet weet wat ik daarmee bedoel, kijk dan nog eens naar VBA Les 1. Het eerste object is de range cellen A2 tot en met A4. En de methode die ik erop loslaat, de actie die ik erop loslaat, is: ik selecteer die cellen. Vervolgens heb ik een selectie, dat is het nieuwe object. En die selectie ga ik kopiëren. Dat is een methode. Ik heb daarna cel B2 geselecteerd, een object. En vervolgens op de actieve sheet, op dit tabblad, er is er maar één, heb ik de methode paste toegepast. Ik heb de gekopieerde waarden uit cel A2 tot en met A4 geplakt in cel B2. En tenslotte, als laatste handeling, heb ik cel A1, het object geselecteerd de methode. Elke macro eindigt met end sub. Als je nog niet meteen begrijpt wat dit allemaal betekent, geen nood, in de loop van de volgende lessen zal steeds duidelijker worden hoe Excel met objecten, methodes en later ook properties en events omgaat. De echte kracht van de macro is natuurlijk dat je handelingen die je vaker wilt uitvoeren hebt geautomatiseerd. Je neemt de macro niet op om hem slechts één keer te gebruiken. Stel je voor, de waarden in cel A2 tot en met 4 zijn veranderd. Als ik nu de macro die ik heb opgenomen opnieuw laat lopen, zal A2 tot en met A4 geselecteerd worden, zal deze selectie gekopieerd worden, zal automatisch cel B2 worden geselecteerd en zullen de waarden geplakt worden. Ten slotte zal cel A1 worden geactiveerd. Laten we maar eens kijken of dit ook daadwerkelijk gebeurt. Ik ga aan het begin van de macro staan en boven in de Visual Basic Editor druk ik op de uitvoeren knop. Je kunt ook F5 gebruiken. Zie je deze knop niet? Druk dan met je rechtermuisknop ergens op het kleine lint van de VBE en zorg dat het standaard staat aangevinkt. Ik ga in de macro staan, klik op F5 of druk op de uitvoeren knop. En zie nu dat de macro exact heeft herhaald wat ik eerder al heb gedaan. De waardes van A2 tot en met A4 zijn gekopieerd en geplakt vanuit cel B2, naar de onderliggende cellen, en cel A1 is geselecteerd. Kortom, door een macro opnieuw te activeren, ga ik alle opgenomen handelingen opnieuw uitvoeren. In veel gevallen zul je de Visual Basic Editor niet open hebben staan. Maar werk je in een volledig beeldschermvullend Excel-werkblad? Als je dan een macro opnieuw wil laten lopen, en ik zal alvast wat nieuwe waardes klaarzetten, of opnieuw uitvoeren, dan doe je dat via tabbeeld, de knop macro's en je drukt op macro's weergeven. Je kiest de macro die je hebt gemaakt en drukt op uitvoeren. Je ziet nu dat de macro is uitgevoerd en de waarden van A2 tot en met A4 weer gekopieerd zijn naar cel B2 tot en met B4 en dat cel A1 geselecteerd is. Je kunt het jezelf nog wat makkelijker maken door een knop op je tabblad te zetten en hier de macro aan toe te wijzen. Telkens wanneer je dan op de knop drukt, wordt de macro uitgevoerd. Zo'n knop maak je als volgt. Ga naar Invoegen, Illustraties, Vormen. Kies de gewenste knopvorm en teken de knop op het tabblad. Zet eventueel wat tekst in de knop. In dit geval kopie maken, zodat ik weet wat de knop doet. Klik met je rechtermuisknop op de knop. Kies voor macro toewijzen. En wijs de zojuist gemaakte macro aan de knop toe. Ik klik even buiten de knop. En nu heb ik een knop. Die wanneer ik hem indruk. De macro kopie maken, zal uitvoeren. Ik maak weer even een nieuw voorbeeld. Ik druk op de knop. En de macro loopt automatisch. Als laatste ga ik dit Excel bestand met daarin nieuw aangemaakte macro's opslaan. En daar komt even iets bij kijken wat belangrijk is. Ik ga naar tab bestand. Druk op opslaan als. En als ik dit bestand nu zou opslaan, wordt het opgeslagen als Excel-werkmap. Druk ik op de opslaan-knop, dan krijg ik de vraag: het bestand bestaat al, wilt u het vervangen? Als ik op OK zou drukken, geeft Excel aan dat ik zojuist macro's heb gecreëerd. Als ik het bestand nu opsla als een XLSX-bestand, dan worden deze macro's niet meegenomen. En natuurlijk wil ik dat wel. Ik onderbreek dus het opslaan en kies bij het type bestand voor een XLSM bestand. Ik laat Excel op deze manier weten dat ik een werkmap met macro's wil opslaan. Nu druk ik op opslaan en mijn bestand is opgeslagen met alle macro-codes in de Visual Basic Editor op de achtergrond.